Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En ik heb een klein shoplog van MS. Ik ga je nu gelijk erbij zeggen. Ik kreeg laatst de comment omdat ik kleding liet zien wat ik gekocht heb, of ik die ook aan wilde trekken. Nou, ben ik dat wel van plan, maar als ik het aantrek, dan trek ik het aan en dan laat ik het daarna wel zien. Maar ik zit alleen te dubbel of ik het nou op mijn Instagram wil doen of op YouTube. Dat laat ik jullie nog even weten. Misschien in de comments. Dus zodoende. Maar aangezien dat jullie deze video pas volgend jaar zien. Volgend jaar, nou ja, 2023 zeg maar. Heb ik denk ik misschien geen nut. Dus wat dat betreft. Laat ik het gewoon zien en ik hang het even voor me. Dan heb je ook een beetje een beeld. Dus ik zal in ieder geval zeggen. Ik ga even naar achter met mijn stoel. En dan heb ik hier een mooie jas. Is zo lang, een beetje driekwart. Lekker een tussenjas, lekker warm. Die heb ik bij de Primark gekocht voor 28 euro. Kantje laten zien. Ik heb expres een grote maat genomen. 28 euro. Daarbij heb ik toen daarvoor nog bij M&S een mooie sjaal gekocht. Deze. Er zit deze print erin. En deze was 21,99. Ja. Goed gelezen op mijn kop. Op zijn kop. Toen heb ik nog deze gezien. Die zwarte blouse eronder. En die is ook lekker aan maat groot genomen. 29,99. En die Spencer was 34,99. Heb ik ook expres een maatje groter genomen. Die is ook lekker lang. Dat is hem dus. Kan ik altijd doen. En ook met de feestdagen dragen. Nou. Oh. Daarbij heb ik deze broek. Een donkerbruine broek. Met een mooie ceintuur eraan. Dus dat kan ook niet missen. Zo, dan kom ik weer even dichterbij. Dus ik zou in ieder geval heb het een beetje gezien als ik het voorgang heb. En ik zou zeggen, doe in ieder geval een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan blijf je altijd op de hoogte. En een dikke zoen van mij.